Vanaf 31 mei start het WK Hockey in Den Haag. Maar voordat het zover is, neem Jetsol je mee om lekker te gaan warmlopen. Het ei is gelegd. De eerste hockeybal op de middenstip. Hartstikke idee. Ja, over 8 weken gaat hier het wereldkampioenschap hockey beginnen. En dat is nogal wat, want we zijn nogal goed in hockey. 6 keer zijn de dames wereldkampioen geworden en 3 keer de heren. Nou, zie dat nog maar eens voor elkaar te krijgen met voetbal. En dat gaat hier allemaal plaatsvinden. Het is natuurlijk een enorme operatie. Dus we gaan alles bekijken, van het organiseren. We gaan op zoek bij alle clubs die dus allerlei teams te gast hebben. En we moeten natuurlijk eens even gaan kijken wat er allemaal bij komt kijken. Maar voor mij moet je verder niet heel veel verwachten, hoor. Ik bedoel, ik maak een televisieprogramma erover, maar met hockey moet je niet echt bij mij zijn. Wat extra bijzonder is, de wereldbeker staat vandaag in het clubhuis van Kraaienhout. Je kunt ermee op de foto. Dat kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan. 3, 2, 1. Oh, met z'n tweeën, kom maar. Het is wel een venijnig stukje vakwerk, hoor, wat hier staat. Nog 1 keer juichen. Hier gaat het allemaal om. 12 landen, de 12 beste landen van de wereld, gaan hier om strijden. Zodat zij deze beker omhoog kunnen houden. Maar daar moeten eerst wel 76 wedstrijden voor gespeeld worden. Jullie zijn zojuist geweest op de foto geweest met de wereldbeker. Betekent dat jullie die over een tijdje zelf gaan winnen? Ja! Wat moet je doen om echt die beker te pakken te krijgen, denken jullie? Stoppen, kijken en dan slaan. Scoren. Ik heb me laten vertellen dat dit eigenlijk een replica is. Dat zou me niet verbazen. Warmlopen voor het WK Hockey. Op TV West vanaf 5 april.